Dus, allee, die speculanten die zo zeker zijn dat dat hier, dat die staatsobligatie waardeloos gaat worden, wel, op lange termijn, ja, dat zal wel gebeuren, want er komt natuurlijk altijd een tijdperk van hoge inflatie. Maar het is goed mogelijk dat de komende 5 jaar, en zelfs misschien 10 jaar, zoals in Japan, de interestvoet verder zakt, hè. Want nu staat de interestvoet van lange termijn staatsobligaties nog altijd op 4%. Hè. En die kan dus nog verder zakken naar 1%. En zelfs 0,5%. En als dat gebeurt de komende 5 jaar, dan heb je enorme winsten in die staatsobligaties. En waarschijnlijk in dat klimaat zullen geen winst boeken met uw aandelen, die zullen veel verlies maken. Je zult geen winst boeken met uw vastgoed, dat zal aan talen zijn. En de kans is zeer reëel dat ook elementaal het slecht gaan doen in zo'n klimaat. Daarom dat die lange termijn staatsobligaties belangrijk zijn als je zeker wilt beschermd zijn in elk mogelijk economisch klimaat. Maar het mag gezegd zijn, ook goud is enorm belangrijk. De permanente portfolio bestaat uit 25% lange termijn staatsobligaties, maar ook 25% goud. En dat is niet niets. Er bestaan bijna geen beleggers, ja, die 25% goud hebben. Hè. In het beste geval hebben ze 5% goud en dan staan ze al ver. Maar je hebt geen, met 5% kun je je portefeuille niet redden als er serieuze inflatie aanbreekt. Dan moet je 25% hebben. Hè. We hebben dat gezien in de jaren 70, dat is al gebeurd. In de jaren 70 is de inflatie enorm toegenomen, zijn de interestvoeten gestegen. Hè, naar, hè, was ook ongeveer 4-5%, maar tegen het einde van de jaren 70 stond ze op 15%. Staatsobligaties waren enorm verlieslatend, lange termijn staatsobligaties. Want jij zit met een papier dat 5% opbrengt, en het volgend jaar verkopen ze papier dat 7% opbrengt, en dus je staatsobligatie wordt minder waard, want niemand moet ze hebben. Maar goud is in de jaren 70, heeft een rendement gedaan van niet 10%, niet 20%, ook niet 100% of 200%, maar 1000%. Op 10 jaar is dat dus vertienvoudigd. Hè. Aandelen hebben niks gedaan en zijn dus met inflatie ingerekend eigenlijk omlaag gegaan. Dus aandelen was ook een ramp. Hè. Aandelen was een ramp toen, vastgoed was een ramp, maar dus ook lange termijn staatsobligaties was een ramp. Hè. Je moest echt wel goud hebben en je moest het ook voor 25% hebben om te zorgen dat, toch, dat je toch elk jaar nog een positief rendement had. Voilà. Nu, waarom die 25% korte termijn staatsobligaties? Eigenlijk is dat gewoon een veilige spaarrekening. Waarom heb je dat nodig? Wel, je krijgt elk jaar daar een interest op. En die interest die is gekoppeld aan de inflatie. Dat is daar mooi aan. Als de inflatie toeneemt, dan gaan de interestvoeten omhoog gaan en gaat die korte termijn cash dat je in een staatsobligatie hebt ook meer interest geven elk jaar en dat is dus wel beschermd tegen inflatie. Maar eigenlijk heb je daar elk jaar een positief rendement van en het is dankzij die cash dat je dus eigenlijk ervoor zorgt dat je portefeuille maar zo weinig jaren negatief is. Want ik heb de berekening eens gedaan, als je dus de permanente portfolio neemt de voorbije 38 jaar in Amerika en je hebt geen cash en alleen maar die drie dingen, dus die lange termijn staatsobligaties, goud en aandeel, dan heb je niet 2 jaar een negatief rendement, maar 5 jaar van de 38. Hè. Dus dat is meer dan dubbel zoveel jaren van negatief rendement. Oké, het is maar 5 jaar, maar het zijn er toch 5 in plaats van 2. En vooral, 1981 geeft geen min 4%, maar geeft min 10%. Hè. Dus met de 3 activa is het mogelijk dat je toch wel een serieus groter verlies hebt. Maar het is wel waar, met de 3 activa op lange termijn heb je wel een beter rendement. Maar het is dus volatieler. Dus ik persoonlijk, ik heb mijn geld nodig. Hè, en ik heb dat niet nodig binnen 30 jaar. Het is goed mogelijk dat ik een serieus pakket nodig heb binnen 5 jaar. Omdat ik misschien een huis zou kopen. Wel, dan moet ik dus zorgen dat mijn kapitaal niet te volatiel is. En niet het jaar voordat ik een huis ga kopen opeens 10 of 15% daalt. Dat zou mij een heel slecht gevoel geven. Daarom dat ik de cash er ook in neem. En Harry Brown, de bedenker van de permanente portfolio,
raad ook sterk aan van de permanent portfolio 4 activa te hebben. Dus dan hebben we die 3 gehad. We hebben de cash gehad, we hebben de lange termijn staatsobligaties en het goud gehad. Harry Brown zegt, je moet alleen goud hebben, je hebt geen zilver nodig en heeft groot gelijk. Waarom? Wel, het is waar dat in tijden van inflatie zilver nog meer zal stijgen als goud. Maar het is ook waar dat in tijden van deflatie en in tijden van prosperity, in tijden van welvaart, zilver veel meer daalt als goud. En je wilt dat niet hebben. Het is nog altijd zo dat ook die portie edelmetalen toch wel een zo stabiel mogelijk rendement moet hebben. En met zilver erin gaat dat veel volatieler zijn. En je hebt dat niet nodig. Die 25% goud heb je nodig, vooral in tijden van inflatie, van serieus omhoog te gaan, en goud zal dat voor u doen. En dan de aandelen. De aandelen zijn 25%. Dat lijkt weinig, omdat zoveel mensen gewoon zijn van minstens 50% aandelen te hebben. Maar dat is meer dan genoeg. Die 25% aandelen zal ervoor zorgen dat wanneer dat er een periode van welvaart terug aanbreekt en de beurzen terug serieus omhoog gaan, dat jij daarvan geniet. En meer dan genoeg van geniet om te zorgen dat je portfolio positief rendement heeft. De grote vraag om af te sluiten is, oké, je bent wel beschermd, maar wat is mijn totaal rendement over de jaren heen? Wel, in Amerika sinds 1972 is het gemiddelde rendement per jaar van de permanente portfolio maar liefst 9%. 9% is een uitzonderlijk goed rendement dat je nooit met een spaarrekening zult halen. Geldt dat wel op lange termijn met alleen aandelen? Geldt dat ook op lange termijn met alleen goud? Maar het probleem daarvan is, dat is heel volatiel. Soms heb je 10 jaar alleen verlies in aandelen. Of soms heb je 10 jaar alleen verlies in goud. Dus als je zorgt dat je die alle 4 hebt, dan ga je toch een heel stabiele portefeuille hebben. Die gemiddeld 9% geeft per jaar. En dus bijna nooit negatief gaat. En dat is zeer mooi. En dan zo behoud je je koopkracht. Zo zijn we zeker dat voor elke frank dat je werkt in je leven en dat je opzij zet, als je dat in zo'n soort portefeuille steekt, dan gaat je koopkracht behouden en het gaat zelfs toenemen. Want gemiddeld 9% per jaar is meer dan de werkelijke inflatie. Dus je koopkracht neemt langzaam maar zeker toe.